Goedemorgen allemaal, welkom. Mijn naam is Floor. We gaan deze dag beginnen met een yoga flow. Zorg dat je je matje lekker uitrolt. Dat je een plekje hier die comfortabel is voor jou. Dan gaan we samen starten. Je mag je ogen sluiten. En dan nemen we een moment om even te landen op jouw matje. En je mag je rug helemaal lang maken. Je schouders laten zakken. En dan mag je het gewicht van jouw lijf goed verdelen over jouw beide billen. Dus als je merkt dat het een beetje wankelt, dat je niet helemaal fijn zit, verschuif een stukje. Is er iets dat je nu opmerkt aan de start van jouw dag, de start van jouw les? Dat kan zowel iets fijns zijn als iets wat je opmerkt en misschien wat ruimte nodig heeft, wat vrijheid. Volg jou aan. Adem rustig in door je neus. En adem langzaam uit via jouw mond. Adem rustig in. En adem langzaam ook weer uit. Voel maar eens in hoeverre je die nieuwe adem, nieuwe energie toelaat in jouw lijf. Kun je misschien nog iets verder zakken? En dan mag je beginnen met het losdraaien van jouw nekwerk. Cirkel je hoofd maar rond. Neem de tijd af. En laat je schouders echt af. Is er ruimte of snij je liever een stukje af? En wissel dan ook van kant. Onderin mag je jouw hoofd laten hangen. Nek is wat lang, kin richting jouw borst. En ben maar eens bewust van de lengte aan je achterzijde. Als je voelt dat er ruimte is voor iets meer verdieping, liep dan je vingers in elkaar. En leg je handen over jouw hoofd heen. Laat je schouders zakken, ellebogen wijzen omlaag. Oh, de druk van jouw armen nog iets meer ruimte creëert in jouw wervelkolom. Adem rustig in door je neus. En adem langzaam ook weer uit. Adem rustig in. En adem ook weer uit. Haal je handen glijden weg en heel rustig til je jouw hoofd weer op. Knik maar eens van rechts naar links. Even de spanning eruit.
je knieën iets steviger vast. En langzaam begin je met een draai rondom je as. Waarin je voor in lengte vindt in jouw buik en je borst. En achter in juist de ronding in jouw rug en tussen je schouderbladen. Wanneer je hem hebt, sluit je jouw ogen opnieuw. En neem de tijd voor jouw adem. En begin met jouw cirkels. Masseer jouw onderbuik steeds ietsjes losser. Masseer jouw onderrug. Als het goed gaat, maak het tempo ietsje sneller. Waardoor je minder kracht gebruikt en bijna alles vanzelf doorvoert. Laatste ademhaling hier. Rem dan. En wissel van kant. Draai de andere kant op en kijk maar eens of je rustig kunt beginnen. En wanneer je dan opmerkt dat die draai bijna identiek wordt, dat je jouw flow vindt, dan ga je dat versnellen. Laat jouw schouders helemaal zakken en adem rustig in door je neus. En adem langzaam uit. Laatste keer adem in. En adem uit. Nou, open jouw. Neem dan eens de tijd om te gaan staan op jouw mat in forward fold. Houd in dat je jouw benen lang maakt. Dat je jouw bovenlijf voorover laat zakken. En je hoofd houdt los. Adem rustig in door je neus. Benen iets langer. En adem uit, bovenlijf zinkt wat verder. Adem rustig in. Door je neus en adem langzaam uit, ontspannen. Nou, laatste keer adem in en adem uit. Nou, beide knieën verzachten en je rolt wervel voor wervel door op omhoog. Boven de rol je schouders weg naar achter. Voel maar eens hoe beide voeten plaatsnemen op jouw matje. En probeer het gewicht eens een beetje nou, van voor naar achter te brengen. Dus je bounce een stukje heen en weer. Kijk of je jouw hele voet vlak kunt laten staan. En of je rechtop blijft. En dus je buik niet bij jouw heupen, niet in jouw koor. De beweging komt vanuit jouw enkels. En dan uiteindelijk kom je tot stilstand in het midden. Precies het midden, rug is lang. En je ademt uit. Open jouw ogen en zoek maar een focuspunt.
Plaats dan jouw rechtervoet onder, misschien halverwege, en anders bovenin op jouw standbeen. Als je voet hoog plaats neemt, ga alleen als je knie niet tegen je, of jouw voet tegen je knie duwt, want dat is niet heel handig. Dus erboven of eronder. Duw maar actief, zit af. En breng je handen dan samen voor je hart. Rug is lang. Je focust op één vast punt. Ga na alleen als je jouw rust hebt gevonden. Of je jouw rechterknie iets verder naar buiten kunt brengen. Dus je lijf kunt openen. Waardoor je smaller wordt van de zijkant gezien. Als het lukt met jouw schouders, rijk je de rug omhoog. Zoek je lengte hier. Ruimte tussen jouw ribben. Open je schouders. Adem rustig in, verleng. En adem uit, schouders down. Adem in, verleng. En adem uit, open en wissel maar van kant. Plaats je rechtervoet en met links de wissel. Onder, teen aan de vloer, onderbeen, overwegen of bovenin. En zet jouw hiel dan net wat steviger in jouw been, zodat je niet wegglijdt. Handen komen samen voor je hart. Schouders zijn laag en als je wat wiebelt, laat dat er zijn. Je hoeft niets te forceren. Sterker nog, dit is jouw tree pose. Beeld je maar eens in dat je langs jouw voedsel wortels hebt in de vloer waar je wilt verankeren. En jouw bovenlijf kan meewaaien met de wind. Hoe vaster, hoe stijver je de boom maakt, hoe eerder je omwaait. Adem in, rijk omhoog. Kijk of dat lukt met jouw schouders. En is er ruimte, dan kan jouw knie misschien nog wel iets verder naar achter. Open. Adem rustig in, verleng. En adem uit, schouders omlaag en naar achter. Laatste keer, adem in. En adem uit. Zet jouw linkervoet naast rechts. Adem in, rijk op omhoog, zoek je lengte. En adem uit, maak een hele grote buiging, vol over en laag. Adem in, rijk zijwaarts op, sterk brand. En adem uit, maak jouw buiging voorover. Laatste keer, adem in, extend, sluit jouw handen. En adem uit, buig naar voren, vol. Laat je hoofd hangen. Ontspan de schouders. Adem in. En adem uit. Nou, je voeten zijn gesloten naast elkaar. En dan mag je jouw billen laten dalen. Rijk jouw armen op omhoog, intens. Als je omlaag kijkt, zie je jouw tip. Dus als je je knieën ziet, zorg ervoor dat je jouw billen naar achter brengt. Rug is lang, buik is lang, benen zijn samen. Yes. Als je last hebt van je schouders, kijk dan recht vooruit. Of neem plaats op jouw bovenbeen. Nou, adem in. Zoek maar eens meer ruimte tussen jouw heupen en de onderkant van jouw ribben. En adem uit, breng jouw linkerarm over jouw rechterknie en kijk naar achter. Twist. Adem in, span uit de breed, kijk mee. En adem uit, rol die bovenste schouder net een stukje verder. Nou, naar het midden, adem in, rijk op omhoog. Adem uit, handen voor je hart en kom iets lager zitten. Strek door, adem in, extended mountain. Adem uit, open, terug naar intense focus. Kun je jouw tenen zien? Adem in. En adem uit, net wat lager naar beneden. Adem in, ruimte. En adem uit, cross over en rol die linker.
linkerschouder weg. Kijk mee omhoog. Adem in, open jouw hart. En adem uit, switch. Draai naar het midden. Adem in, lift. Adem uit, handen voor je hart. Namaste. Adem in, extended mountain. Strek maar door. En adem uit, ietsje sneller, intens. Adem in, open jouw hart. Adem uit, cross over en draai weg. Adem in, rijk terug omhoog. En adem uit, handen voor jouw hart. Adem in, extend, strek en kijk omhoog. Adem uit, open jouw handen, intens. Adem open iets meer. En adem uit, cross over en kijk weg. Laatste draai, adem in naar voren. Adem uit, namaste. Blijf hier. Blijf hier. Kijk eens omlaag. Kun je je tenen zien? Kun je je tenen iets spreiden? Breng dan het gewicht maar eens naar voren. Hielen liften. Buik is lang, borst is trots, schouders naar achter. Keurig. Rijk omhoog, blijf op je tenen, adem in. Blijf staan, blijf focussen. En adem uit, maak een buiging voor jezelf. Armen gaan in het snel tempo naar achter. Creëer vleugels, blijf op je tenen, diver. Kijk omlaag, schouderbladen samen. Trotse borst. Voel je sterk hier. Adem in. Hielen dalen, armen dalen. Adem uit, hoofd hangt los. Buig jouw knieën. En neem dan plaats met buik en borst op jouw bovenbenen. Dus er is volledig contact. Omarm als je je veilig voelt. Adem rustig in. En adem langzaam ook weer uit. Adem in. En adem uit. Laat jouw armen verzachten. Neem plaats met twee handen op de mat. En stap maar eens uit naar jouw dak. Een sterke rechte rug. Hoofd hangt vrij. En je loopt eens op de plaats. Buig en strek jouw benen om en om. Loop op de plaats. En kom maar tot stilstand. Adem een keer goed in. En adem uit, loop maar naar voren, sluit jouw voeten en rol dan door op omhoog. Neem de tijd. Rol je schouders terug. Open jouw ogen. Je mag jouw rechterbeen strekken naar voren. Spits jouw voeten, strek je tenen uit. En plaats nu je handen maar eens op jouw heupen voor de stap. Kun je jouw voet losmaken. En als dat gemakkelijk gaat, dan lift je jouw benetjes hoger. Belangrijk, je probeert jouw houding recht te houden. Dus je maakt geen buiging voorover. Maar je bent ook geen hefboom naar achter. De schouders zijn boven jouw heupen. Buik lang, rug lang. Als je je handen hier graag wil houden voor de balans in jouw heup, mag. Anders, rear head. Is er ruimte, lift wat hoger voor hoe de actie in jouw bovenbeen, onderbuik toeneemt. Adem nogmaals in. En adem uit, laat jouw been down. Wissel van kant. Strek jouw linkerbeen naar voren. Handen op jouw heup. Focus.
En kijk maar eens of je jouw voet kunt loslaten. En ga na dat je jouw gestrekte been en heup niet optilt. Hè? Dus je tilt niet vanuit je taille, jouw heupen blijven geleveld. Je tilt van voor. Handen in prayer hands. En is er ruimte? Strek het hoger, lift wat hoger en focus. Adem rustig in. En adem langzaam uit. Kom maar terug omhoog. Ga naar een flow van wapen met vier bewegingen. Eerste beweging, jouw rechterknie til je op, jouw voet is gespietst en jouw handen starten in prayer hands. Dan ga je je been uitstrekken. We hebben net de puntjes op de i gezet. Kijk jouw level, check jouw heupen, rug is lang en jouw armen reizen omhoog. Extend. Dan open, maak een X, een star. Strek uit naar de zijkant. Spreid jouw vingers, open jouw hele lijf. En draai dan door naar achter. Aeroplane, armen breed, handpalmen omlaag. Been gestrekt naar achter. Doen we nog eens oefenen op de andere kant. Kom maar terug omhoog. Switch. Lift jouw linkerknie op. Spiet jouw voet voor je hand. Strek door, rijk omhoog. Ruimte hier, heupen naast elkaar. Nou, open, span mij te breed. Kijk of je misschien wat verder kan en wil gaan. En draai dan door naar aeroplane. Kruintje, schouders, heupen en jouw voet op één level. Terug omhoog. We maken een vloeiende flow. Vier keer per kant voor jouw wissel. Komt-ie. Adem in, lift rechts. Adem uit, strek door. Adem in, open. Adem uit, aeroplane. Adem in, lift. Adem uit, strek. Adem in, star. En adem uit, op, adem in, adem uit, adem groei hier, en adem uit, kant op. Laatste keer, adem in, adem uit, adem in. En adem. Zet jouw rechtervoet naast links, snel omlaag, forward fold. Adem in lange benen. En adem uit de spine. Rol dan door omhoog. En bovenin rol je schouders. Wissel. Denk ik. Adem in. Adem uit, adem in, en adem uit, adem in, adem, strek je been hoger, open en star, misschien wel iets dieper, en kanten voor, aeroplane, laatste twee keer, adem in. Adem uit, adem, en adem uit, laatste, adem in, adem uit, adem in, en adem uit, sluit jouw voeten, smelt omlaag. Forward fold. Adem een keer in, lift jouw billen wat hoger. En adem naar bovenlijf snel. Nou, beide knieën verzachten. En je komt rustig zitten op jouw billen. Je mag jouw linker, of rechterbeen, sorry, buigen en jouw linkerbeen strekken. Spiet
je voet maar, strek je tenen maar even weg. Alle lengte neem je mee naar voren. En jouw billen zijn naast elkaar. Het is belangrijk dat jouw rechterbeen niet naar achter ligt. Schouders naar voren, heupen naast elkaar. Goed, heb dan jouw linkerarm in over jouw rechterknie. En kijk naar achter over jouw schouder. Adem in, zoek extra lengte in jouw rug. En adem uit, draai wat verder. Adem rustig in. En adem. Draai dan terug naar voren. Til jouw rechterknie op en zet jouw voet zo dicht mogelijk bij je. Maak het geheel compact. Blijf jouw been strekken. Adem in en rijk door op omhoog. Zoek alle lengte die je hebt. En adem uit, rijk langs de binnenkant van jouw rechterbeen naar voren. Nou, adem in, rijk met jouw rechterarm om jouw been heen. En kijk eens hoe ver je kan komen met jouw linkerarm in diezelfde richting. Dus rijk naar elkaar toe. En misschien kun je er niet bij. Misschien wil je je shirt of je trui vastpakken, een handdoekje. Maar misschien kun je er ook wel. Of dat nou lukt of niet, doet er natuurlijk niet toe. Het is een trucje en het is leuk. Maar het gaat om de vooroverbuig en de bind die je probeert te maken. Adem nog maar eens één keertje rustig in. En adem. Armen verzachten, laat los. En dan mag je met jouw linkerhand jouw rechtervoet aannemen. Strek dan maar eens schuin over jouw benen heen. Dus het gaat er niet om of je kunt strekken. Het gaat om de diagonale lijn die je maakt. Dan plaats jouw rechterhand achter bij je bil. Dus geen meter ertussen, maar sluit aan. Adem in, zoek lengte in jouw rug. Borst lift, been strekt zo ver mogelijk. En adem uit, trek hem schuin eroverheen. Zodat je jouw uitgebuit voelt. Heel je zijkant stretch. Voel je voldoende support in buik en rug, dan kun je kiezen voor het uitrekken. Als je denkt, er is ook nog wel wat kracht in mijn koor, lift jouw linkerbeen los. Focus op één punt. Het liefste naar achter. Adem rustig in. En adem langzaam. Twee benen, leg je lang weg, adem in, rijk omhoog. En adem uit, smelt voorover, laat los, laat je hoofd hangen. Richting op.
kun je contact maken. Adem rustig in iets meer lengte. En adem uit, kom maar voorover. Laatste keer adem in. En adem uit. Gewoon op handen verzachten. En direct mag je met rechts jouw linkervoet aannemen. Adem in, strek maar door. Kijk hoeveel lengte er is in jouw diagonale lijn. Voel de stretch over die IT band hier, die hele zijkant. Adem in, rug lang, hard lift. En open, adem uit, rijk naar achter met links. Adem in. En adem uit, draai wat verder door. Laatste keer adem in. En adem uit. Leg jouw linkerbeen naast rechts. Adem in, rijk omhoog. En adem uit, smelt voorover en laat los. Laat je armen los, schouders uiteen, hoofd hangt vrij. Nou, adem in, open jouw armen helemaal in de breedte. Kom kaarsrecht op zitten, spreid je vingers, lift jouw kin, duw je schouderbladen samen. En omarm jouzelf, rechterarm onder, linkerarm boven, pak je schouderbladen vast, kin valt omlaag en kom maar hangen naar voren. Kijk eens of je net wat extra gewicht kunt geven aan jouw schouderbladen, waardoor je wat verder zakt. Ontspan jouw armen en adem. En laat los. Adem rustig in. En adem langzaam uit. Leg dan jouw rechterarm over jouw hoofd heen. Je hoeft niet te trekken, je legt je arm erover. Ontspan jouw rechterschouder en kijk eens of je het gewicht van jouw arm over jouw hoofd kunt hangen zonder weerstand. Laat jouw kin draaien naar links en voel de stretch hier langs jouw oor, jouw nek, helemaal naar je schouder. Kan jouw linkerschouder misschien nog iets verder zakken? Leg jouw linkerarm over jouw hoofd heen. Ontspan je schouder. Laat jouw kin schuin omhoog komen. Yeah.
weer wat aantrekken, wat drinken. Je haar loopt schoon. Ik kom dan lekker liggen op jouw huisje. Sluit je ogen maar. Neem even de tijd om voor jou een comfortabel plekje te vinden in Savasana. Neus, keel, schouders.
arme hand. Neus, keel, borst, buik, heupen, benen, voeten. En nou, op jouw volgende ademhaling mag je jezelf helemaal uittrekken, lang maken, strek maar uit. En breng dan je knieën naar je toe en omarm je al benen. Draai je enkels los. En dan rol je op jouw tempo door omhoog. Adem rustig in door je neus. En adem langzaam op. Handen voor je hart. Adem in rijk omhoog. En adem uit, handen naar je hart. Dankjewel voor vandaag. Jij erbij was. Ik ben trots op jezelf. Dat je tijd hebt gemaakt voor jou.